Goeiedag. Welkom op het webkanaal Dominicanen.tv. Vandaag zijn er veel mensen op zoek om hun geloof te verdiepen. En ze gaan daarbij te raden, links en rechts, ze zoeken een beetje à la carte. Maar ook in onze eigen christelijke cultuur zijn er grote denkers, bijvoorbeeld Eckhart, mysticus uit de 13e, 14e eeuw, die ons zeer pertinent kunnen inspireren voor vandaag. En we hebben vandaag beroep gedaan op Marcel Brakers. Welkom, Marcel. Dank u voor de uitnodiging. Hij heeft twee boeken geschreven over Eckhart, een mysticus van het niet-wetende weten. Dat klinkt moeilijk, maar hij zal dat ons wel duidelijk maken. En een spirituele zoektocht met teksten van Eckhart. Marcel, een mysticus van het niet-wetende weten, hoe moeten we dat begrijpen? Ja, dat is een uitdrukking die je al vindt bij Dionysius, naar Areopagit, en die Eckhart ook gebruikt. En het niet-wetende weten, dat zou je zo kunnen begrijpen. Je hebt de wetenschapper die van een klein stukje van de werkelijkheid heel veel weet. En dan zeggen die mensen dikwijls, maar er is zoveel dat ik nog niet weet. Daar is het niet-wetende weten het verlengstuk van wat ze weten. Wat hier bedoeld wordt met het niet-wetende weten is, er is een soort weten, er is een soort ervaren, een soort aanvoelen van een andere orde dan het alledaagse weten. En daarover gaat het in dit boek. En daarom heb ik die titel gegeven, omdat het zo typisch weergeeft wie Eckhart is en waar hij eigenlijk altijd mee bezig is geweest. Bij het tweede boek heb ik dan als titel gegeven Een weg van verstilling. En daar is een mooie anekdote rond. De uitgever had mij dus gevraagd van een tweede boek te schrijven, omdat dat eerste wel goed verkocht en zo. En hij had het aangekondigd als Meester Eckhart, De weg van verstilling. En ik heb hem moeten terugschrijven. Ik heb dat niet geschreven. Ik schreef Een weg van verstilling. Er zijn veel wegen van verstilling. Op vandaag zie je veel mensen naar Compostela trekken. Dat is een weg van verstilling gaan. En dus Eckhart gaat een weg van verstilling door als predikbroeder zich te ontdoen van heel veel dingen, muizenissen in zijn hoofd, theologische speculaties, waar hij eigenlijk van afstand wil doen. En geleidelijk aan is dit heel zijn werk, heel zijn predikatie is eigenlijk een manier om zich daarvan te ontdoen en zo geleidelijk aan een weg van verstilling te gaan. En dat zijn de teksten van hem eigenlijk ook. We noemen ook Eckhart een mysticus. Ja. Wat moeten we daaronder verstaan? Is dat iemand die elke dag zit te bidden? Of hoe moeten we dat verstaan, dat woord mysticus? Ja, ten eerste heeft zichzelf nooit mysticus genoemd. Hè. Het woord mystiek wordt maar vanaf de 15e, 16e eeuw op mensen toegepast. Ik denk, moesten wij Eckhart op vandaag een mysticus noemen, dat hij zou schrikken van zichzelf. Dat ben ik niet. Ik ben een predikbroeder. En zo heeft hij zich denk ik ook altijd ervaren als filosoof, theoloog, een beetje hetzelfde in de middeleeuwen, en als predikbroeder. Maar dat woord mystiek, dat heeft zo een soort zwevende bijklank gekregen, waar ik denk dat hij zich helemaal niet in zou thuis voelen. Precies omdat hij een zeer aardse visie op het leven heeft en dus met zijn beide voeten op de grond gaat staan. Ja. Je kan niet mysticus worden. Of hoe moeten we dat, de houding die Eckhart heeft, ja, is dat een proces of is dat iets dat je hebt van kinds af aan? Of? Ja, dat is een moeilijke vraag. In de psychologie heeft men zich altijd afgevraagd wat is nature en wat is nurture. Hè? William James schrijft een boek over mystiek en die vindt dat je daar een bijna fysieke aanleg voor moet hebben. Een soort psychopathische gevoeligheid, zegt hij, in de variety. Een soort oertalent of zoiets. Ja, bijna fysiek. Ja. Bekwaamheid om zo gegrepen te zijn. Ik denk dat dat niet waar is. En dat het inderdaad te maken heeft met een levensproces, met een weg die je gaat, met dingen die je doormaakt in je leven, persoonlijke dingen die je meemaakt, zaken die je leest. En van daaruit begint zich geleidelijk aan in je intuïtie
die natuurlijk altijd ook wel een beetje een aanleg er moet zijn, maar begint zich uw intuïtie te verfijnen. Ik ben 40 jaar psychotherapeut geweest. En van een therapeut wordt gevraagd dat hij veel intuïtie heeft, veel aanvoelen heeft. Dat is iets dat je waarschijnlijk wel hebt, maar dat je in de loop van die jaren altijd verder en verder moet verfijnen. Hoe ben je dan eigenlijk bij Eckhart terechtgekomen? Ja, dat is een hele complexe vraag. Toevallig, omdat, ik weet nog goed, in 1973 schrijft Frans Maas een boekje van God houden als van niemand. Een boekje vanuit dat, een korte inleiding op Eckhart met vertaling van 20 preken. Ik kreeg dat boekje in mijn handen en ineens had ik het gevoel van thuiskomen. Heimkeer, zou Heidegger zeggen. Ik had ineens het gevoel van, hier is een genie bezig dat verwoord waar ik zo zoekend, tastend mee aan het zoeken ben. En dat heeft dus te maken met mijn eigen geschiedenis. Ik vond dat er een aantal godsbeelden waren waar ik mij totaal niet in thuis voelde. Een soort van gelovigheid die mij totaal niet zei, waarvan ik ook veel vraagtekens heb. Dat heeft ook te maken met het tijdsgebeuren. We zitten in de jaren 70. Er staat zoveel in vraag in de kerk, in het klooster, in de liturgie. En ineens is daar iemand die daar allemaal zegt, maar dat zijn menselijke voorstellingen. Daar moet je eigenlijk vanaf. Eén vraag, Marcel. Als we Eckhart in de rest van de uitzendingen goed willen begrijpen, hoe zou je zijn grondintuïtie samenvatten? Ja. Die grondintuïtie lijkt mij volgens één punt waar hij altijd op terugkomt, namelijk wij moeten afscheid nemen van onze voorstellingen, de voorstellingen waarmee we naar de werkelijkheid kijken, we hebben die nodig. Je maakt je een idee van een ander, je maakt je idee van wat is het goede leven, je bent op zoek. Dus wij zijn mensen die voortdurend ons voorstellingen maken van de werkelijkheid. Maar, zal hij zeggen, je begint u te gedragen naar die voorstellingen en de werkelijkheid zelf kan nooit aan het woord komen. En dus moet je afscheid nemen van die voorstellingen. En dan zegt hij bijvoorbeeld omtrent God een hele prachtige uitspraak waarvan ik vind dat je ze 100 keren opnieuw kunt zeggen en overwegen. Ik bid God dat hij mij van God zou bevrijden. Het woord God natuurlijk in twee betekenissen. Ja. Hij vraagt, en hij vraagt het omdat hij zichzelf bijna machteloos voelt om echt afscheid te nemen van de gegrepenheid. En hij weet, pas als ik daarvan loskom, begint de werkelijkheid mij aan te spreken. En dat is iets helemaal nieuw. Oké. Dank u wel, Marcel. Dat is een heel mooie gedachte om af te sluiten. Beste kijkers, dank u vriendelijk om deze serie te volgen. De volgende keer gaan we verder op dit onderwerp rond Eckhart. Dank u.